Kijk, alles wat we in deze tijden moeten doen is moeilijk, omdat we dat niet weten. Dus het is moeilijk om te zeggen, we moeten het nu zo doen, want dat hebben we uit onderzoek, want er is geen onderzoek. Zo'n wereldwijde crisis is natuurlijk iets wat echt wel uniek is. Ik heb vandaag wel iets gepost van een onderzoek vanuit Erasmus. Dat laat ook zien dat het gemiddelde geluksgevoel in Nederland inderdaad gedaald is over de afgelopen paar weken. Dat is natuurlijk nog heel lastig om dat te interpreteren, want het is een gemiddelde. En een daling van een gemiddelde kan onder andere komen door een paar mensen die enorm dalen of doordat iedereen een beetje daalt. En de momentopname van nu is eigenlijk alleen voor nu en misschien niet meer voor over 2 weken, want mensen kunnen best wel goed zich weer aanpassen aan de situatie. En het interessante is, maar dat weten we nog niet, omdat we nog geen data hebben, is zijn er ook mensen die überhaupt stijgen door deze verandering? Er zit toch een beetje een slowdown van de maatschappij. En sommige mensen vinden dat misschien ook best prettig. Mensen zijn misschien meer verbonden met hun gezin, omdat ze meer thuis zijn, wat ze eigenlijk misschien ook als prettig ervaren. Dus wat het voor een individu doet, is heel lastig, omdat eigenlijk ieder individu anders is en in een andere situatie zit. En, belangrijk, een andere genetische aanleg voor geluk heeft. Kijk, alles wat we in deze tijden moeten doen is moeilijk, omdat we dat niet weten. Dus het is moeilijk om te zeggen, we moeten het nu zo doen, want dat hebben we uit onderzoek, want er is geen onderzoek. Zo'n wereldwijde crisis is natuurlijk iets wat echt wel uniek is. Er zijn alleen wel interventies vanuit de positieve psychologie. En eentje daarvan is dat je moet oefenen om optimistischer te zijn. Waarbij je probeert op het moment zelf, of in ieder geval kort daarna, ook te kijken of er iets positiefs aan de situatie is. Dus ook als je iets gebeurt, kan dat vaak negatief zijn. Maar heeft ook iets positiefs. Een extreem voorbeeld daarvan is dat mensen toch vaak zeggen dat ze natuurlijk heel verdrietig zijn als een dierbaar persoon van hen overlijdt. Maar mensen zeggen ook vaak van, nou ja, bij de uitvaart was het ook wel weer prettig om iedereen te zien. En om te voelen hoe belangrijk deze persoon was. Dat is een hele extreme situatie, maar je kan proberen in je dagelijks leven om ook eigenlijk de silver lining van de donkere wolk te zien. Eentje een beetje in diezelfde categorie is count your blessings. Dus je realiseren wat er allemaal goed gaat in je leven. Dat is voor deze periode eigenlijk ook eentje die heel waardevol kan zijn. En dat is, nou ja, de officiële instructie is, je moet elke avond gaan zitten en 5 dingen opschrijven die goed waren op die dag of die je gelukkig maken. Nou, dat is heel veel gevraagd om dat elke dag te doen. Maar je kan wel zo nu en dan denken van, hé, dat is eigenlijk wel iets heel moois wat ik heb in mijn leven. Daar ben ik heel blij mee. En voor de een is dat een eye-opener. Dat zeg ik, oh, nee, het is allemaal nog zo slecht niet. En voor de ander voegt dat eigenlijk heel weinig toe. En je hebt ook altijd een kleine groep natuurlijk die daardoor zich misschien juist niet goed gaat voelen. En denkt van, nou ja, ik kan niet eens wat verzinnen waar ik blij mee ben. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Dus dat is er één. En dan heb je ook nog het schrijven van dankbaarheidsbrieven. En dat klinkt heel erg wollig. Maar dat is eigenlijk aan mensen laten merken dat je ze dankbaar bent voor iets in je leven. Ik heb, zonder dat ik er echt over nadacht, heel veel mails gestuurd naar internationale collega's om te vragen hoe het daar gaat. Maar ook om eigenlijk de waardering van onze samenwerking uit te spreken. En dat geeft eigenlijk een heel fijn gevoel om wat te doen. En dat kan iedereen doen. En de laatste is toch altijd de acts of kindness. Dus dingen doen voor andere mensen zonder dat je daar zelf voordeel aan hebt. En dat is in deze situatie aan de ene kant makkelijk, maar ook wel moeilijk. Want heel veel praktische dingen kan je niet doen. Maar je kan wel misschien steun bieden op allerlei manieren. En dat geeft je op zich meestal ook een goed gevoel. Ja, het is wel even wennen. Ik hou heel erg van de interactie met de zaal. En je merkt dat studenten daar ook zich in ontwikkelen. Eerst heel terughoudend. Het is natuurlijk heel makkelijk om aan de andere kant van het scherm te blijven. Maar nu ook doorhebben van, hé, ik kan eigenlijk best ook wel dezelfde interactie hebben online. Het vervangt het absoluut niet, maar ik denk wel dat we voor de toekomst een mooie ontwikkeling doormaken om het te gaan combineren, zodat we ook echt al het onderwijs
nog veel toegankelijker kunnen maken op de hele wereld. Ik geef een heel groot vak in het tweede jaar van de bachelor psychologie. Qua timing was het net goed, want de colleges waren net afgelopen. Het enige wat nu nog in de lucht hangt is dat dat normaal een tentamen is met al deze studenten in de rij. En er wordt nu met man en macht gewerkt op de vuur om te kijken van ja, hoe kan je nu op een betrouwbare manier dit soort vakken toch tentamineren. En dat is ingewikkeld. Aan de ene kant proberen we natuurlijk te voorkomen dat er te veel fraude wordt gepleegd. Aan de andere kant vind ik het nog belangrijker dat mensen die zich enorm hebben ingezet voor mijn vak, en daar ook de waardering voor kunnen krijgen uiteindelijk.